Goedenavond, dames en heren, meisjes en jongens. Hartelijk welkom op Sportpark De Heugde, waar de wedstrijd, de bekerwedstrijd tussen VSJO en Elburger Sportclub, zo dadelijk zal worden gespeeld. De tweede wedstrijd in deze pool, waarin zowel naast Elburg en VSJO ook Hulshorst en Zwart-Wit zijn gekoppeld aan elkaar. En vorige week, dinsdagavond, hebben ze de eerste wedstrijd gespeeld. VSJO wist niet verder te komen uit bij Hulshorst met een 3-3 gelijkspel. Terwijl Elburg Sportclub verdienstelijk 4-0 thuis won van Zwart-Wit 63. Ik zal beginnen met de opstelling van beide teams. Te beginnen bij Elburg Sportclub. In het doel Björn Onderstal. Verder wordt het team gevormd door Michel Calveda. Onder nummer 2, nummer 3 Andries van der Beek. 4 Raoul Jesseroen. Nummer 6 Robert van Schie. Nummer 7 Wim de Vries. Nummer 8 Richard Boer. 9 Remco Timmer. 10 Marco de Vries. Nummer 14 Bjorn van der Wetering. En nummer 21 Matthijs Frik. Wisselspelers bij de Elburger Sportclub zijn William Hunestein, Mark Kroeze, Ali Mouali en Barry Wachterveld. Dat is de doelman. Trainer is Henk Nieuwhuis en assistent scheidsrechter, als ik het helemaal goed heb, is Henry Boer, dacht ik, nadat ik begrepen heb. VSJO komt met de volgende spelers binnen de lijnen. In het doel Jaap-Jan Schoonhoven, Nick Koele, Ruben Buizert, Rick Sleuring en Stefan Bos vormen de achterhoede. Gert Schreurs, Remco Vertul en Jan van Toever, dat zijn de middenvelders. En voorin wordt gespeeld met Martijn Pluim, Wesley Pater en Patrick Augustin. Wisselspelers zijn Robin Vuchten, Rinze van der Velde, Alwin Zieleman, Alex van der Weg en wisseldoelman is Arjan ten Klooster. De trainer van VSJO is Wilfred Westerhuis en de assistent scheidsrechter is Wiegert Spijkerboer. Nou, een pikant detail denk ik in deze wedstrijd is dat Wim de Vries vandaag de kleuren van de Elburger Sportclub verdedigt, terwijl hij de afgelopen 10 jaar bij VSJO heeft gevoetbald. En heeft aangegeven om nog een aantal jaartjes met zijn broertje te willen voetballen, Marco de Vries, die onder nummer 11 speelt bij de Elburger Sportclub. Nou goed, dat kan ze op deze manier vorm krijgen. Aanvankelijk zal Marco de Vries naar VSJO komen, maar omdat VSJO degradeerde, is ervoor gekozen omdat hij toch bij Elburger Sportclub blijft en Wim de Vries vervolgens naar Elburg is vertrokken. Nou, scheidsrechter is de heer Langendonk uit Apeldoorn. En hij zal zo dadelijk fluiten. Ik zie dat de mannen van het speelhelft moeten wisselen. Dus dat vraagt ook even tijd. Ja, Sportpark De Heugde voorzien van een prachtig kunstgrasveld deze zomer. Dat is in een paar maanden tijd aangelegd. Uiteraard door via een aanbesteding. Maar zeker ook door veel vrijwilligers die zich ingezet hebben om het sportpark op een prachtige manier, op een keurige manier in ieder geval weer neer te leggen. Straatwerk en omheining en dat soort zaken zijn allemaal weer door onze de eigen vrijwilligers gedaan. Nou, in ieder geval ziet er de puik uit en daar kan het deze avond zeker niet aan liggen. En het weer is prachtig. Een graad of 20, heerlijk voetbalweer en Elburger Sportclub trap af. En direct wordt de lange bal gespeeld naar de linkerkant, naar Marco de Vries. En die gaat het duel aan met Nick Koele. En voorlopig is Marco de Vries degene die het duel wint. Maar Nick Koele die onderschept toch nog. De bal kluts, komt terug. Ik dacht bij Andries van der Beek. Nee, Raoul Jesseroen is dat. En de bal wordt nu corner gegeven. En de eerste corner is voor de Elburger Sportclub. Even kijken wie die gaat nemen. Ik kan de nummers een beetje slecht zien. Ik dacht dat Richard Boer daar naartoe gaat om vervolgens die corner te gaan nemen. Nou, het gevaar van de Elburger Sportclub zal onder andere Wim de Vries zijn, maar ook zeker Andries van Beek. Twee lange mensen, maar de bal wordt kort genomen op en dat vervolgens wordt doorzien. In dit geval door Ruben Buizert. En Elburger Sportclub gaat ingooien via Bjorn van der Wetering aan de linkerkant. Ongeveer halverwege de helft van VSJO de ingooi komt. Is een beetje aan de korte kant, wordt onderschept door Nick Koele. Maar het wordt slecht verdedigd of teruggespeeld door Remco Vertul. Zodat Elburger Sportclub kan overnemen. Maar vervolgens is er Ruben Buizen die de bal over de zijlijn werkt. Dus een ingooi voor Elburger Sportclub door Raoul Jesseroen. Er zal een diepe bal komen zoals het laat aanzien. Probeert Wim de Vries te vinden, maar dat lukt dus niet. Opnieuw is het Ruben Buizen die ervoor zit. De bal komt nu wel hoog voor.
En wordt uiteindelijk weer weggewerkt. En Wesley Pater probeert de bal te veroveren. Het is toch Elburg Sportclub die de druk erop houdt. En Veersjo komt niet weg, kan de bal niet goed uitverdedigen. En steeds is het Elburg Sportclub die de bal oppakt. Nu een voorzet, weer hoog voor het doel. En er zal ongetwijfeld bij Wim de Vries komen. Maar goed, die kan het hoofd er niet goed achter krijgen. Zodat de bal ruim naast het doel gaat. En doelman Jaap-Jan Schoonhoven de doeltrap kan nemen. Ja, het zal ongetwijfeld even wat aftasten wezen van beide kanten. Opvallend bij Veersjo toch nog wel de voorhoede. Met een Remco, met een Patrick en Martijn Pluim. Een paar blessures. Gerwin de Leeuw is onder andere geblesseerd. Nico Nagelhout is aan de kant van Veersjo nog geblesseerd. Eens even kijken. Jaap-Jan Schoonhoven probeert te zoeken. VSO wil proberen op te bouwen, maar dat probeert in dit geval Elburg Sportclub te voorkomen. En dat lukt ook. En er is Wim de Vries die de bal uiteindelijk voor de voeten krijgt, maar die speelt dus niet goed in. En Jaap-Jan Schoonhoven ook niet de bal goed weg. Wordt onder druk gezet door Raoul Jesseroen en vervolgens kan hij de bal oprapen. Ja, VSO een beetje aftasten van hoe dat... deze partij gespeeld moet gaan worden. En in ieder geval onder de druk die Elburg Sportclub in het begin toch uitoefent weg te komen. Nu wordt Patrick Augustin door Michel Calverda te hard aangevallen en krijgt een vrije trap mee van scheidsrechter Langendonk. Rick Sleurik gaat deze bal nemen. Speelt in op Gert Schreurs op het middenveld. Die vindt aan de linkerkant Stefan Bos, de linksback. Komt mee naar voren. Eens even kijken wat hij doet. Probeert naar binnen te komen. Lukt ook wel, maar dan vervolgens wordt de bal niet goed doorgespeeld. En komt de bal in de handen van doelman Björn Onderstal. Die met een lange bal weer naar voren Marco de Vries probeert te bereiken. Die het duel moet aangaan met Nicole. Die Nicole wint. Maar het is de kunst natuurlijk de tweede bal te hebben. Dat lukt nu in dit geval. Maar dit zou ik zeggen scheidsrechter een overtreding. Het is afhouden, maar scheidsrechter laat doorgaan. En het is Elburg Sportclub die probeert over te nemen via de linkerkant Marco de Vries. De bal lijkt te hard, maar hij houdt de bal binnen. Maar Nick Koele is de situatiemeester en speelt rustig terug naar Jaap-Jan Schoonhoven die inspeelt op Gert Schreurs. Gert Schreurs naar Stefan Bos aan de linkerkant. En die gaat zoeken, die speelt weer terug. Ja, balbezit is natuurlijk belangrijk. Op het moment dat er een man voor niet vrij staat, dan is het rondspelen die bal. En totdat de bal ingespeeld kan worden. Nu via aanvoerder Ruben Buizert. Vindt Remco Vertul die het in de voorbereiding prima gedaan heeft. Ik dacht in ieder geval 4 keer heeft gescoord in de voorbereiding. Kijk, VSO kan de bal niet makkelijk kwijt. Gert Schreurs wordt nu ingespeeld. En je ziet dat Elburg Sportclub de druk erop houdt. En VSO niet laat opbouwen. En die wil VSO proberen te dwingen met een lange bal. Dat is denk ik in het voordeel van Elburg Sportclub. Omdat die wat langere mensen ook in de verdediging hebben en ook voorin hebben. Maar vooral ook in de verdediging. Dan is meestal de bal voor de Elburg Sportclub. Dus het is zaak voor VSO om proberen op te bouwen. Voetballen de situatie op te lossen. Het is nu Remco Vertul die een vrije trap meekrijgt. Remco heeft een hele mooie trap over zich met zijn linkervoet. Nou, wellicht dat hij de bal heel mooi in kan spelen. Het nadeel van VSO is dat ze niet echt grote koppers hebben of Stefan Bos moeten zijn. Maar die staan nu in de achterhoede te kijken hoe dit afloopt. De bal komt hoog voor. Nou, het is dus Raoul Jesseroen die de bal wegkopt. En vervolgens Marco de Vries inspeelt. Maar die verliest de bal. Beetje kinderlijk eenvoudig. En nu was er voor buitenspel gevlagd, maar de bal komt niet in dit geval bij Wesley Pater. En nu moet VSO oppassen, want nu komt er een counter. Maar het is Rick Sleuring die de situatie meester is en rustig Jaap-Jan Schoonhoven inspeelt. Die trapt naar Nick Koele, die diep stond, maar vervolgens niet weer te bereiken. En Elburg Sportclub mag dus gaan ingooien. Ja, het is wat aftasten, denk ik, van beide kanten op dit moment. Ja, VSU is gebaat bij een overwinning als ze eventueel wil doorbekeren in dit toernooi. Ja, en de Elburg Sportclub zou wel eens aan een gelijkspel genoeg hebben. Maar goed, het is met name ook wat deze wedstrijden gezien als een oefenduel. Dus het is gewoon belangrijk dus dat je het spel voetbalt wat je ook in de competitie wilt gaan voetballen. Het is nu Martijn Pluim die de bal aanneemt. En vervolgens een overtreding wordt begaan door Richard Boer op Martijn Pluim. Wordt snel ingespeeld aan de rechterkant aan Nick Koele. Die vervolgens Remco Vertul bereikt aan de rechterkant. Nou, Remco Vertul moet met links inspelen. Vindt daar Gert Schreurs op het middenveld. Bal diep, mooi op Wesley Pater. Als hij de bal kan controleren, dat lukt. Vervolgens een ingooi via Andries van Beek voor VSU.
dat gaat dus niet goed. Het is nu Wim de Vries die probeert zijn broertje Marco de Vries te bereiken. Lukt niet. En Veerschool heeft de bal weer in bezit via Ruben Buizert. Die Nicole bereikt Remco Vertul aan de bal. Die zal waarschijnlijk een cross geven. Ja, nu kan die komen. Die bal komt waarschijnlijk niet aan. Komt iets te scherp en de doelman Björn Onderstal kan de bal oppikken. Speelt in op, of gooit in op Andries van Beek. Die vervolgens Raoul Jesseroen, aanvoerder van Elburg Sportclub, bereikt. Die speelt naar Michel Calverda. En die speelt diep op Wim de Vries. Die het duel aangaat met zijn oude ploeggenoot Rick Sleurik. Die begaat een overtreding zodat Elburg Sportclub een vrije trap kan nemen aan de rechterkant van het veld. Ja, en dan gaan de lange mannen weer zich posteren in de 16 meter. Ook Andries van Beek vanuit de achterhoede komt naar voren om ook mee te doen in het luchtduel. En het is Matthijs Frik die de bal gaat nemen. Die zal indraaien en nu is het gevaarlijk. Wat een overtreding begaan. Jaap Schoonhoven weet de bal nog net te pareren. Was anders ook geen doelpunt geweest, maar er werd geduwd zodat VSO een vrije trap kan nemen. Maar zo zien we dus dat het wel gevaarlijk is. Dit soort ballen die indraaien naar de goal toe zijn moeilijk te verdedigen. En vervolgens met een paar lange mensen die er dan tegenaan lopen. Dat is bijna niet te verdedigen voor de verdediging van VSO. Mooie bal. In dit geval van Gert Schreus op Wesley Pater. Maar Wesley Pater weet de bal gewoon niet vast te houden. En Elburg Sportclub neemt over. Maar dat is van korte duur. Nu is het opnieuw Wesley Pater. Die speelt in op Jan Verdoever. Die ook de bal niet goed inspeelt. Misschien toch iets last van de zenuwen. Ja, het is toch wel lekker zo'n basisplek als jongeling bij VSO. Maar goed, je moet het wel maar maken in deze wedstrijd. Nu moet die bal diep komen op Ruben Buizert. Dat gebeurt ook. Alleen dan wordt hij niet lekker ingespeeld. Op Martijn Pluim iets achter de man. Zodat Elburg Sportclub kan overnemen. Ja, het lukt VSO nou niet echt om de bal lang in de bezit te houden. Trouwens, dat lukt geen van beide teams eigenlijk. Het is Remco Timmer die een ingooi meekrijgt en die overlaat aan Michel Calverda. Ja, bereikt Wim de Vries wel, maar vervolgens kan hij de bal niet controleren en VSO mag gaan ingooien. Ja, we zijn bijna 10 minuten onderweg. Eén kansje gezien voor de Elburger Sportclub. Maar goed, daar begint de aanvallers van Elburger Sportclub een overtreding. Voor de rest is het nog niet echt gevaarlijk geweest voor beide doelen. Richard Boer speelt terug naar Björn Onderstal. Die zal ongetwijfeld proberen, of via Andries van Beek, of via de linkerkant, uit te verdedigen. Dat gaat dus via Andries van Beek. Nou, dat is gewoon slecht ingespeeld en Richard Boer kan die bal niet controleren. Zodat VSO een ingooi kan nemen via Patrick Augustin. Nou, nu moet er beweging komen. Bal niet lekker aangespeeld door naar Gert Schreus. Weet de bal nog wel in bezit te houden, krijgt een ingooi mee. Die nu door Stefan Bos zal worden genomen. Ja, dat is een achterbal, denk ik. Ja, dat is een achterbal. Scheidsrechter Langendonk constateert er ook. Zodat doelman Björn Onderstal een doeltrap kan nemen. Ja, de wedstrijd is nog niet erg op gang gekomen. Het is nog echt aftasten. We zitten natuurlijk ook wel in de voorbereiding, maar over kleine 2 weken begint de competitie. En dan zullen beide teams daar toch klaar voor moeten zijn. Het is een mooie bal op Remco van Tult. Tenminste, ja, kan hem niet bemachtigen. Maar Gert Schreus heeft nu de bal. En het is, kan Gert Schreus snel naar Patrick Augustin, dat lukt niet, maar het is nu Martijn Pluim. Die zal met links proberen te schieten. Kan de bal niet controleren. Ja, dat is een beetje het manco op dit moment. De bal vaak gewoon toch makkelijk weer kwijtraken, omdat er te weinig controle is over de bal. Björn van de Wetering mag ingooien. Maar vervolgens is Nick Koele daar, die zijn mannetje staat aan de linkerkant tot nu toe.
En de bal weer op te pikken. Maar goed, dat is van korte duur. Remco Timmer speelt terug. Maar Marco de Vries weer de bal aan de linkerkant niet te controleren, zodat VSJ weer een ingooi mag nemen. Ja, de bal is al vrij vaak uit het veld geweest. Dat zegt al veel over het spelpeil op dit moment. Weinig controle nog over de bal. Weinig ruimte nog weggegeven. Nu ging Remco Timmer diep, maar vervolgens is Gert Schreurs die voorkomt dat hij de steekpas gegeven kan worden. Ja, hier zie je zo'n voorbeeld van een diepe bal hoog en ja, dan is VSJO in de lucht gewoon vrij kansloos. VSJO zal het over de grond moeten hebben via combinatievoetbal om in ieder geval de voorwaarts te bereiken. Scheidsrechter Langendonk zegt een ingooi, dacht ik voor VSJO. Slecht teruggespeeld van Remco Vertul. Dat biedt mogelijkheden. In dit geval van Wim de Vries. Die probeert Matthijs Frik te bereiken. Lukt hem niet. Maar vervolgens wordt druk gezet door Elburg Sportclub op de aanvallers van VSJO. In dit geval Patrick Augustin. En de bal is weer in de bezit voor de Elburg Sportclub via een ingooi. Ja, goed. Dus kennelijk eenvoudig wordt die bal weliswaar gespeeld naar Ruben Buizert. En dat is natuurlijk niet de bedoeling als je bij de andere partij voetbalt. Nu moet de bal naar de rechterkant. Moet hard dieper gemoeten. Dan had hij makkelijk in de loop mee kunnen nemen. Gebeurt alsnog. En nu proberen ze Martijn Pluim. En dan weer kijken of Martijn Pluim, die is echt een linkspoot. Dat zien we dus ook. Ja, en dan, nu een geweldige kans voor Remco van Tul. Een aanval via Martijn Pluim. Die dus breed leg op Wesley Paarden, die terugleg op Martijn Pluim, maar vervolgens de bal hoog overschiet. Ja, dat had absoluut beter gemoeten. Die bal moet in ieder geval minimaal op de goal. Dat is de eerste echte grote kans. We zitten inmiddels in de 13e minuut, 14e minuut van de wedstrijd. De eerste kans voor VSJO. En echt de eerste grote kans ook van de wedstrijd. Dus VSJO opnieuw via Martijn Pluim. Nou, je zou zeggen, er wordt iets weggedrukt, maar goed, scheidsrechter geeft daar geen vrije trap voor. Remco Timmer wordt bereikt, die speelt op Wim de Vries. Wim de Vries houdt de bal in bezit. Nou, die gaat kijken of hij zijn broer Rem Marco kan bereiken. Dat lukt ook nog. En daar komt dan de 1-0, nee. Bijna de 0-1 en Nick Koelen wordt daar uitgespeeld. En doelman Jaap-Jan Schoonhoff zag er natuurlijk niet goed uit bij deze schuiver. Want die had hij gewoon klem vast moeten hebben. Laat zich onder het lichaam doorgaan. Ja, Jaap-Jan Schoonhoff voor het eerst weer nu onder de lat. Omdat Arjan de Klooster is gestopt, een jaartje in ieder geval. En Jaap-Jan is weer van stal gehaald, onherbiedig gezegd. Oud doelman van VSJO, is net in de 30. Moet dit ook nog zonder meer goed kunnen doen. Maar je merkt gewoon duidelijk dat het nog wat wennen is. En dit is natuurlijk een geweldige kans voor Andries van Beek. Op een voorzet van Matthijs Frik. Ja, die bal had er gewoon in gemoeten natuurlijk. Een paar meter voor het doel. En dan toch nog presteren om de bal voor het doel langs te koppen. Ja, een geweldige kans. En daarmee komt VSJO natuurlijk heel, heel goed weg. Eerst die fout van Jaap-Jan Schoonhoven. En vervolgens de kopbal van Andries van Beek. En het is Wim de Vries die geblesseerd op de grond ligt. Waarschijnlijk last van zijn enkel. Misschien door zijn enkel gegaan. Was ook bij dat luchtduel betrokken waar uiteindelijk Andries van Beek kopte. Eens even kijken hoe dat afloopt. Ja, VSJO moet toch zich herpakken. Met name zorgen dus dat ze niet die ballen hoog voor de goal laten komen. Geen vrije trappen weggeven. Geen onnodige corners weggeven. Want dat is toch het zwakke punt tegen Elburg in dit geval zeker. Waar VSJO op beducht moet wezen. Ja, Wim die staat weer en die zal denk ik gewoon weer doorvoetballen. Nou, tegen zijn oude club. Ja, je ziet dat VSJO zoekt om de bal in te kunnen spelen. Wordt niet gedaan, er zal een diepe bal komen. En dan ja, is de verwachting dat toch de Elburger Sportclub daarin de betere ploeg is.
Ook nu zien we dat weer dat er ook de tweede bal in dit geval voor de Elburg Sportclub is. Marco de Vries wordt teruggefloten door assistent scheidsrechter, of teruggevlacht moet ik zeggen, door assistent scheidsrechter Wiegert Spijkerboer. Vanwege buitenspel. Opnieuw is het Elburg Sportclub via in dit geval Andries van Beek die een luchtduel wint. Ja, VSO zal het gewoon moeten proberen via de combinatievoetbal over de grond. Omdat ze dan gewoon meer kansen maken tegen het wat fysiek sterkere Elburger Sportclub. De opbouw vindt plaats via Richard Boer. Hier Robert van Schie aan de linkerkant uiteindelijk brengt de bal moet terug. Scheidsrechter zegt van ja, op de plek de bal. Daar hoort hij, daar is de overtreding begaan. Björn van der Wetering op Michel Calveda. Nee, dat zeg je verkeerd, op Richard Boer. Pil diep op Wim de Vries. Maar vervolgens weet dan Remco Timmer niet te bereiken. Zodat VSO kan overnemen. Maar het gebeurt ook slordig. Kijk, en dit is een hele goede bal. Een hele goede paas. En dit is dan de 1-0. Ja, de 0-1. Een hele goede paas van Robert van Schie. Die Marco de Vries aan de linkerkant bereikt en die weet Remco Timmer te bereiken. En hij weet kinderlijk eenvoudig op de 0-1 binnen te schieten. Nummer 9, Remco Timmer. We zitten in de 19e minuut. Dus Robert van Schie aan de basis. Hij weet Marco de Vries keurig te bereiken. En vervolgens Remco Timmer die de 1-0, de 0-1 binnen schiet. Ja, gezien de kans ook een verdiende voorsprong. En VSO zal in ieder geval uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Zal sneller moeten gaan voetballen. De bal sneller moeten rond laten gaan. Het is ook te veel zoeken. Dat laat ook Elburg Sportclub niet toe. Dit is een goede bal op Wesley Pater van Nicoele. En nu moet de voortzetting goed wezen. Dit duurt ook allemaal weer veel te lang. Er zit te weinig dreiging, er moet veel meer snelheid in komen. Remco Vertol probeert diep te zoeken, maar vindt uiteindelijk de verdediging van de Elburg Sportclub. En Gert Schreurs weet Robert van Schie van de bal te houden, maar wel ten koste van een ingooi. Ja, wat we dus zien is ook Jan van Toeven nog weinig in het spel. Die speelt wat dieper op het middenveld. Dat is normaal gesproken niet zijn plek. Jan van Toeven speelt toch wat vanuit de defensief, vanuit het middenveld. Die is nog wat zoekende. Speelt namelijk met Gert Schreurs. Speelt toch wel wat dieper dan Gert Schreurs in de regel, tenminste zoals ik het kan zien. Even kijken of VSO de bal nu weet te bemachtigen uit de uittrap, de doeltrap van Jaap-Jan Schoonhoven. Ja, Jan van Toeven laat zich wel zien, maar vervolgens durft Jaap-Jan niet in te spelen. Kijk, en dat is wat op dit moment Elburg Sportclub goed doet. Het vastzetten van de spelers van VSO moet een lange bal spelen. Ja, en daarin is in de regel, ja, Nicoele zou het kunnen, maar in de regel ook nu weer de tweede bal is voor de Elburg Sportclub. Ja, dat wordt nu slecht ingespeeld. VSO komt niet echt uit de verdediging. Elburg Sportclub weet gewoon VSO behoorlijk vast te zetten. Scheidsrechter denkt aan een overtreding, wil fluit uiteindelijk toch niet. Maar het is niet
goed wat feestje tot op heden laat zien. Nou, geeft een vrije trap voor de Olburger Sportclub. Nou, je zou het zo uit kunnen leggen, maar... Ja, bij het doelpunt liet Nick Koelen zich toch verrassen door een steekpaas van die Robert van Schie op Marco de Vries. Die dus achter de verdediging kwam, achter de man wegkwam en vervolgens vrij kon voorgeven op Remco Timmer. Die kennelijk eenvoudig binnen kon schuiven. Ja, en je ziet dat VSO de bal niet goed kwijt kan. Er zal meer beweging moeten komen. Dit is ook niet lekker uitverdedigd. Ja, dat zou bij de spel kunnen zijn. Er is een randje bij de spel, maar ik denk het wel. Hij vertrekt iets te snel. Robben van Schie aan de linkerkant, toch een handige voetballer, krijgt een vrije trap mee. Ja, en dan is het oppassen met de lange mensen van de Olburger Sportclub voor het doel. Komt de bal, gaat voor langs Gert van Greus weer de bal nog net aan te raken. Zodat inglijdende Remco Timmer de bal niet kan raken. Scheidsrechter Langendonk zegt nee, het is een ingooi voor VSU. Ik denk op aangeven van assistent scheidsrechter, nou ik heb het anders gezien. Ik dacht dat Gert Greus de bal daarnaast aanraakte. Maar goed, ik zit van groter afstand dan dat de scheidsrechter staat en de assistent. Dus laten we ze het voordeel van de twijfel maar geven. Patrick Aukerstin aan de bal. De bal moet naar de andere kant, zou ik haast zeggen. En die bal is te snel diep, had beter naar Jan van Toeven kunnen gaan. Maar goed, Patrick Aukerstin is wel in balbezit. Nou, nu moet hij wat met die bal gaan doen. Keurig te langs, dank je, maar houd weer even in. Komt toch met die paas, de paas is te kort, kan weggewerkt worden. En Remco Timmer is aan de bal, speelt terug. Maar wordt vervolgens speelt terug op Jan van Toeven. Maar die heeft te lang werk om de bal voor te geven, zodat het... Via Andries van Beek dacht ik, nee, Raoul Jesseroen een hoekschop is geworden. Nou, wellicht dat hier iets uitgehaald kan worden voor VSU. Wim de Vries komt terug. Dus dat betekent lengte in de 16 meter. Dus ik denk dat de bal wat laag ingespeeld moet worden. Of hij moet Nick Koelen bereiken. En Stefan Bos dacht ik ook mee. Dat zijn toch de mensen bij VSU die met het hoofd in ieder geval wat in de melk te brokkelen hebben. Dat is jammer dat Jan van Toeven net aan de bal zit, want Martijn Pluim wou de bal in één keer op zijn pantoffel nemen. Remco Timmers speelt in op Robert van Schie. En die probeert, die speelt diep op Marco de Vries, maar vervolgens Jaap-Jan Schoonom is verse doel uit. En de bal was ook iets te hard en te diep, zodat dat een kansloze missie zou worden. Björn Onderstal naar Robert van Schie. Marco de Vries aan de bal. Krijgt de bal. Via Björn van der Wetering, die terugspeelt op Andries van Beek. Ja, Elburg zal het ook wel goed vinden. Staat voorlopig voor met 1-0. Laat Veersje maar iets komen. Wim de Vries buitenspel volgens assistent scheidsrechter Wiegert Spijkerboer. Ruben ontvindt Jan van Toever, die inspeelt op Nick Koelen. Ja, het lukt VSO vooral in aanval onvoldoende om de bal vast te houden, om gevaarlijk te worden. Het is nu Robert van Schie, een handige speler zoals ik al zei, die zich mooi vrij speelt. En probeert Wim de Vries te bereiken, maar die bal gaat achter de spits van Elburg Sportclub langs. En zodat hij onbereikbaar wordt voor Wim de Vries. Maar het is nu opnieuw Elburg Sportclub. En dat is, kan gevaarlijk worden. Het is inderdaad een beetje gevaarlijk. Geeft een buitenspelbal voor Wim de Vries. Maar het was in dit geval
Matthijs Frik die de bal op Wim de Vries speelde. En dan zie je gewoon dus dat het gevaarlijk is. Bedoelman Jaap-Jan Schoonhoven kwam er op tijd uit. Kon de bal in ieder geval toucheren zodat Wim de Vries niet gevaarlijk kon worden. Maar hij stond op buitenspel volgens assistent scheidsrechter. Dus het feestje zou sowieso niet doorgaan. Diepe bal. Opnieuw. Elburg Sportclub die overneemt, maar de bal van Wim de Vries op zijn broer Marco is te diep, te scherp. Ja, een klein half uurtje gespeeld in deze wedstrijd. Nou, VSO zal toch uit een ander vaatje moeten gaan tappen. En om te kijken van hoe ze toch gevaarlijk kunnen worden voor het doel. Ze zijn één keer gevaarlijk geweest via schot van Remco van Tul. Maar goed, dat schot ging hoog over, dus daar had Björn Onderstal totaal geen moeite mee om daar. Hoefde zich in ieder geval niet in te spannen om die bal tegen te houden. En voor de rest is het toch Elburg Sportclub dat wat meer druk zet. En gevaarlijk is, twee keer gevaarlijk is, was voor het doel. En uiteindelijk de derde keer een doelpunt. Nu gaat die bal, bereikt niet in eerste instantie een VSO-speler. De tweede bal is in dit geval wel voor VSO. Nou, je zou zeggen, scheidsrechter, een vrije trap voor VSO. Je kunt dat alsnog beslissen, want het was duidelijk een overtreding. Maar goed, vervolgens als je één keer blijkbaar een voordeel geeft, dan komt hij niet terug op zijn beslissing. Andries van Beek. Op Robben van Schie. Via Richard Boer naar Björn van de Wetering, maar dat gaat dus niet goed. Remco Timmer en doelman Jaap-Jan Schoonhoven met, in dit geval Stefan Bos, misverstand. Ja, Martijn Pluim weet balbezit niet vast te houden. Levert in, maar vervolgens komt de bal bij Steven Boos die rustig inspeelt op doelman Jaap-Jan Schoonhoven. Die Rick Sleurink bereikt, die naar Nick Koelen speelt. Ja, eens even kijken of deze aanval wat kan komen. Nee, ook dat gaat niet goed. VSO zoekende. Weet niet onder de druk van de Elburg Sportclub uit te komen. Ruben Buijzen die controleert en rustig inspeelt. Ja, nou, VSO mist eigenlijk drie basisspelers. Dat is, krijgt een vrije trap mee, zegt hij uiteindelijk. Maar het is ook wat buitenspel aan de andere kant. Ja, naast Gerwin de Leeuw en wie zei ik nog meer die op dit moment geblesseerd is. Is het ook Bert van Toft die afwezig is. Die is met vakantie. Ja, Nico Nagelhout is ook geblesseerd. Zou er in de regel drie basisspelen die VSO mist op dit moment. Maar goed, dat mag in feite geen probleem wezen. Want het zijn toch een man of 15, 16 die aan elkaar gewaagd zijn. Maar het is altijd wel even zoeken naar de juiste balans. Het juiste spel weer. Ja, bereikt Martijn Pluim niet. Ja, zo zou, moet het wel. Op deze manier die steekpaasjes in de, naar de lopende spelers. Robben van Zee op Marco de Vries. Wordt weer gevaarlijk. Wim de Vries. Wim de Vries wordt gestopt door Jaap-Jan Schoonhoven. Opnieuw een mogelijkheid voor de Elburg Sportclub in de 31e minuut. Andries de Beek op Marco de Vries. Vervolgens speelt hij niet goed in op Wim de Vries. Komt de bal bij Remco van Tol. Wellicht dat dit wat kansen biedt, maar dit is weer buitenspel voor de kant van VSO. Opnieuw Martijn Pluim.
omdraaien, zou ik zeggen. Dan heb je de bal, maar goed, dat wordt niet gedaan. Mitchell Kalverda in balbezit. Neemt te veel hooi op de vork. Probeert twee VSO-spelers uit te spelen. Dat lukt niet. Eén lukt nog, maar de tweede niet. Patrick Augustin zit ertussen. Stefan Bos gaat ingooien. Probeert Wesley Paten te bereiken. Opnieuw ingooien via Mitchell Kalverda. Nee, dat is Richard Boer. Ik haal die twee spelers nogal door elkaar. Ze lijken ook vandaag veel op elkaar. Doet ook te lang, Stefan Bos. En dit is een goede bal. Dit moet een doelpunt worden. Jongen, dit is een geweldige kans. Schiet gewoon een paar meter naast. In de 33e minuut. Stefan Bos op Wesley Pater. Die vervolgens Riant naschiet. Ja, als je dan toch in de wedstrijd wil komen, zou je zo'n bal moeten benutten. Gebeurt dus niet. Wim de Vries kopt de bal door op Remco Timmer. Volgens zit daar Stefan Bos tussen, maar het wordt slecht ingespeeld. Ja, het is gewoon op dit moment gewoon te onnauwkeurig, te slordig aan de kant van VSO. Ze proberen het wel via de opbouw, maar ze weten te weinig de bal in bezit te houden. Spelen met te weinig vertrouwen. Marco de Vries die op Nick Koelen stuit. Die vervolgens Matthijs Frik probeert te bereiken. En Wesley Paten die nu een mooie bal op Patrick Augustin, maar die bal zal te diep gaan. Of Andries van Beek is erbij. Nou, dat wordt een ingooi, neem ik aan. De bal is niet goed gespeeld. Nicola gaat ingooien op Remco Vertol. Die de bal weliswaar even verliest, maar vervolgens is Gert Schreus die oppikt. Dat lijkt me buitenspel. Is ook buitenspel. Komt bij buitenspelpositie. Vandaar de gaan heb ik een mooi overzicht. Het is ook van de kant van Elburg Sportclub ook niet altijd even sprankelend. Maar staan verdiend voor op een 1-0 voorsprong via een doelpunt van Remco Timmer. De beste kansen gaat uiteindelijk. En VSO weet niet echt voetballen eruit te komen tot op heden. Zal in de tweede helft duidelijk uit een ander vaatje moeten tappen. Zal denk ik wel wat gewisseld worden. Maar vooral voorin wordt te weinig gebracht. En ook het middenveld moet meer pressie naar voren durven zetten. In feite komt het erop neer dat er met meer lef gevoetbald moet worden. Het is te behouden, te voorzichtig. Te weinig overtuigd van zichzelf, denk ik. Ja, Jaap-Jan Schoonhoven, die dus in dit geval Gert Schreus bereikt. Nu probeert VSC weer op te bouwen. Maar goed, dan wordt het toch wordt gedwongen tot de diepe bal. Ja, en dit is een gevaarlijk spel van Wesley Pater. Bal of de been te hoog geven, zodat Elburg Sportclub een vrije trap kan nemen. Ja, het is zo af en toe flippenkast voetbal. Ook van de kant van Elburg Sportclub is het niet altijd even sprankelend. Dit is een goede bal op Patrick Augustin. Jan van Toever raakt iets geblesseerd. Patrick Augustin schiet, maar gewoon niet gevaarlijk. Recht op de doelman Björn Onderstal af. Die onderstel moet ik zeggen. Nick Koel haalt de voorzet eruit, zodat Wim de Vries niet bereikt kan worden. En niet gevaarlijk kan worden. Een ingooi aan de kant van de Elburg Sportclub. Inmiddels 35 minuten gespeeld. Wim de Vries aan de bal. Bereikt Richard Boer. Maar vervolgens speelt de bal en nu een diepe bal op
Patrick Augustin moet het alleen doen. Martijn Pluim probeert aan te sluiten. Maar goed, vervolgens weet hij de man niet te omspelen. Dit is een hensbal van Remco van Tol. Goed gezien door scheidsrechter Langendonk. En opnieuw een diepe bal. In dit geval naar Marco de Vries. Ja, ook Elburger Sportclub probeert niet echt op te bouwen in de regel. Alleen via Robben van Sien wel eens vaak op het middenveld. Maar vaak toch ook wat de diepe bal naar een van de spitsen. Weer een onderstal naar Richard Boer. Komt uit buitenspelpositie. Scheidsrechter staat op één lijn met de assistent scheidsrechter. Beide constateren dat Windervries uit buitenspelpositie terugkomt. Ontvangt de bal weliswaar niet in buitenspel, maar het gaat om het moment van spelen. Kijk, en de bal, als je dus wilt opbouwen van achteruit, zul je veel sneller moeten spelen, veel meer beweging op moeten hebben in het team. Het lijkt erop dat achteruit alleen maar beweegt dan en op het middenveld te weinig beweging is. Toch leuk wat een aantal toeschouwers op deze wedstrijd afgekomen. Dat is altijd leuk, zo'n derby. Toch altijd iets meer ambiance heeft dan een reguliere bekerwedstrijd. En beide teams ontmoeten elkaar dit seizoen niet in de competitie door de degradatie van VSO. Is jammer natuurlijk, VSO na 31 jaar gedegradeerd naar de derde klasse. Ja, de doelstelling van dit seizoen mag duidelijk wezen, proberen weer te promoveren. Nou goed, als dat zou lukken, zou het natuurlijk geweldig wezen. Maar goed, dat is niet vanzelfsprekend, want er zijn meer ploegen die daar ongetwijfeld voor in aanmerking komen. En het is de vraag of VSO daarin voor in aanmerking komt en voldoende kan brengen. Tot op heden zullen ze toch wel iets meer moeten brengen dan ze in deze wedstrijd laten zien. Maar goed, we zijn nog maar net onderweg in deze voorbereiding van de competitie. De bal van Patrick Augustin is gewoon niet goed. Probeer hem steekpaas te geven, maar er gaat vervolgens niemand diep. En als er niemand diep gaat, hoef je ook niet te geven. De man zonder bal moet eigenlijk bepalen waar de bal naartoe gaat. Dus door te bewegen en zich aan te bieden. Gaat Schreurs, wint dit duel. Ja, moet gewoon laten gaan, Martijn, want anders kom je uit buitenspelpositie. Doet hij ook. Stefan Bos, die onderschept. Stefan Bos. Vindt Martijn Pluim. Wil ook is te veel. Blijft nog in balbezit, zou je zeggen. Blijft nog in balbezit. Is wel handig aan de bal. Nu naar rechts. Ja, de bal gaat nu naar rechts naar Remco van Tol. Met zijn linker. Die draait naar binnen toe. En gaat, denk ik, schieten, zou je zeggen. Patrick Augustin neemt hem mee. Neemt hem niet helemaal lekker mee. Moet eigenlijk terugspelen. Maar op de achterlijn probeert hij nog de man te passeren. Ja, dan weet je dat de bal over de achterlijn gaat. Ik krijg een ander team. Strakker. Björn onderstal op Björn van de Wetering. Speelt te diep in op Robben van Schie. Maar ja, goed, vervolgens Nicole Witte onderscheppen. Maar de bal gaat over de zijlijn. Nog 4 minuutjes op de klok. Ja, het is geen sprankelend duel. Dat moeten we constateren in de eerste helft. Het is wel een sportief duel. Dat is goed gespeeld van Stefan Bos op Patrick Augustin die naar Remco van Tol speelt. Die aan de rechterkant vrij staat. Moet met zijn linkerbeen
moet niet, maar speelt hij mee. Hij is puur links, draait dus naar binnen toe. Weer opnieuw naar Remco Vertul, die de bal verliest aan Elburg Sportclub, aan Björn van der Wetering. En Andries van Beek die probeert uit te verdedigen en Marco de Vries te bereiken. Dat lukt niet, zou in moeten spelen op Nikoele. Nikoele weer terug naar Rick Sleurink. Nou, nu snel doorspelen zou ik zeggen naar Ruben Buijzen. Ruben Buijzen zit op Stefan Bos en anders Jan Vertoeven missie op middenveld bereiken. Bereikt hem wel, maar ook niet fijn aangespeeld en ook niet fijn geraakt door Jan Vertoeven. Via, in dit geval, Matthijs Frik gaat de bal naar doelman Jaap-Jan Schoonhoven. Nou, er komt een diepe bal van Jaap-Jan Schoonhoven, ze laten zich aanzien. Nou goed, en daar is van mij Andries van Beek en dat soort konuiten meestal herenmeester. Maar dat, in dit geval toch verspeelt hij de bal. Maar ook VSO speelt de bal niet goed in. Gert Schreus krijgt de vrije trap mee vanwege een overtreding van Wim de Vries. De assistent, de verzorger Henk de Klooster. Mag Gert Schreus gaan verzorgen. Het zal even een klein oponthoud wezen. We zitten inmiddels in de 44e minuut van de wedstrijd. De scheidsrechter zal misschien 1 of 2 minuutjes bijtellen. Een paar keer een blessure geweest. Voor de rest de wedstrijd niet veel oponthoud gehad. Ik ben benieuwd wat hoofdtrainer Wilfred Westerhuis de tweede helft gaat doen. Wie die gaat brengen. Want dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Op deze manier kan VSO niet de tweede helft doorgaan. Of het moet op veel vellen van start gaan. Of er zullen een aantal spelers gebracht moeten worden die wat meer kunnen brengen naar voren toe. En meer balbezit kunnen hebben en meer gevaar voor het doel kunnen gaan stichten in de tweede helft. Ja, Gert Schreus voelt nog wat de pijn, maar kan wel gewoon door. Ruben Buijzen zal de vrije trap gaan nemen. Naar rechts toe, op Nikoele. Die dan vervolgens gaat koppen en ja, daar moet je een beetje geluk mee hebben dat je dan de juiste man bereikt. Dat lukt dus in dit geval niet. Rick Sleurik die goed doorverdedigt en Stefan Bos die kan oppakken de dieptebal van Elburg Sportclub. Ja, en dit is op zich een goede bal. Alleen ik kan hem niet helemaal goed aannemen. En het is Andries van Beek die nu de bal wegroeit naar voren in hoop dat hij Marco de Vries kan bereiken. Dat lukt dus uiteindelijk niet. Nikoele met ingooi. Op Remco Vertul. Die kan doorkoppen dan naar Wesley Pater die niet kan doorkoppen, maar wel VSO in balbezit houdt. Dit is een goede bal, in dit geval van Jan Vertoever. Op Patrick Augustin. Nou, eens even kijken wat hij daarmee doet. Stefan Bos meegeven of toch schieten? Hij gaat schieten. Ja, dit is een mooie bal op zich. Maar hij krijgt te weinig curve mee om de bal tussen de palen te krijgen. We zitten inmiddels in de blessuretijd. Patrick Augustin die een goed schot losliet. Maar toch een metertje, anderhalve meter naast de goal. De curve was onvoldoende om de bal bij de tweede paal binnen te prikken. Björn Onderstal met de doeltrap. En terwijl Nikoele, Marco de Vries, die deze wedstrijd al vaker hebben gezien. Stefan Bos, even kijken, die zou naar Patrick Augustin of naar Martijn Pluim in het centrum, of gaat naar Patrick Augustin. Mitchell Calvera die de bal
heeft, maar vervolgens zich laat inhalen door Patrick Augustin, die zich herstelt. Raoul Jesseroen op Michel Calveda, naar Richard Boer. Andries van Beek naar Björn van der Wetering. Naar Marco de Vries, die speelt op Robben van Schie. Ja. Ja, dat jagen zo helpt niets, Martijn. Ja, scheidsrechter fluit voor de rust. 1-0 voor de Ellenburger Sportclub. Via een doelpunt van Remco Timmer in de 19e minuut. Een verdiende voorsprong gezien, gelet op de kansen. Maar het is geen mooie wedstrijd, geen sprankelende wedstrijd van beide kanten. Nou, wellicht dat de tweede helft wat meer voetbal biedt. En ja, hopelijk voor VSO in ieder geval dat ze wat uit een ander vaatje tappen. En het Ellenburger Sportclub toch nog gevaarlijk kunnen maken. En